Nou, we kwamen vanochtend bij Fujitsu aan. En die ken je natuurlijk vooral van de servers en de pc's en dergelijke. Maar ze maken in Japan ook smartphones voor NTT Docomo. Dit is de laatste nieuwe. Lijkt een beetje op de oude Xperia Arc. Ja, super specs. Het is echt full HD scherm. 5 inch. Quad core, 1,7 gigahertz. En waterproof. Dus ja, je kunt ermee onder de douche, in de regen, in het zwembad. Of als je in het zweetloop gelopen hebt, dan hoef je niet bang te zijn dat er schade aan ontstaat. Wat ook leuk is aan deze Fujitsu, is dat hij heeft hierachter, het lijkt een spiekertje, maar dat is een biometrische scanner. Dus je kunt je vingerafdruk instellen en op het moment dat je dan hierop drukt, dan ontlokt het toestel of dan krijg je wel of geen toegang tot het toestel, afhankelijk van of het jouw vingerafdruk is of niet. En wees gerust, als je vinger afhakken, werkt het niet, want hij registreert schijnbaar ook dat er leven in je vinger zit. Dan denk je natuurlijk van waarom staat hij hier met een Japanse telefoon? Want dit is duidelijk een Japanse telefoon van NTT Docomo. Nou, deze gaat in de nabije toekomst, dat konden ze niet zeggen, maar hij gaat ook naar Europa komen. Fujitsu komt dus de Europese markt op met een waterproof smartphone. En ook misschien wel die tablet die hierbij hoort. Wat dat betreft lijken die Japanse bedrijven dus heel veel op elkaar. Want we zagen net bij Sony dat ze de Xperia Z en de Xperia Z tablet, ook waterdicht. En nu hebben we hier Fujitsu. Nou, deze mag helaas niet in het water. Maar ze hebben daar wel een ander toestel liggen. En die gaan we natuurlijk even laten plonzen. Nou, die Arrows X van Fujitsu die daar lag, die mochten we niet testen in het water nog. Ze hebben hier wel een ander toestel. En die is ook waterproof. Dus dat gaan we gewoon even proberen. En het leuke is, ik heb er dus twee. En waarom heb ik er twee? Ik kan met deze nu Anthony Picasso, ja, Picasso is, hij leeft nog, bellen. En ja, het zal niemand verbazen dat Anthony Picasso nu onder water ligt. Hij zal het wel koud krijgen, want het is niet zo heel erg warm water. Kijk! En Asby Station, whoever the fuck that is, belt nu met Anthony Picasso. Hij is moeilijk te verstaan, maar enfin, dat wil je ook anders, hè, onder water. De toestel kon onder water, maar praten onder water is nog een stuk moeilijker.